Hi everyone! I'm using this time to look in the archive and see if there's any footage, any videos that I haven't shared with you yet. And somewhere far, far away, I found some videos about Den Helder. Den Helder is around 8 kilometers above Amsterdam. I got a little map here. That's the Noordzee route, which, like, this is a cycling route that follows the whole coast of the Netherlands. And that goes the whole way up to Den Helder. So that's the northern point of the seacoast. And from there, you can take the ferry to Den Helder, which is an island. Most people go to Den Helder to take that ferry to the islands. But we decided it's time to stay in Den Helder. I was there to make a story for Fiets Actief, one of the Dutch magazines I work for. And I always make a cycling route for them, which is this one. As you can see, it goes along the Noordzee, and the Waddenzee. So you've got two sea coasts. And this is Den Helder, which is has some really old buildings. And here you go through some green fields, parks, and also some flower fields. So whenever you can travel again, it's really a beautiful area. And actually next to that, you can see me, that's me. It is in Dutch though, because it was just before I start vlogging in English. Of course, there will be English subtitles and the voiceover is in English. I hope you enjoy it. If you like the video, please put your thumbs up. You can also subscribe. And if you press that little bell, you get notifications every time I upload a video. Please enjoy. Het is echt spits met fietsen in het weekend. Ik denk omdat iedereen naar Den Helder gaat vanwege de Waddeneilanden. Maar wij gaan juist gewoon naar Den Helder. Te weinig plek voor fietsen en dat in Nederland fietsland. Dus NS, jullie doen het redelijk qua vervoer van fietsen, maar het kan nog veel beter. Onze fietsen staan erin, en, het is druk vandaag met het mooie weer. Wil toch iedereen graag zijn fiets meenemen. Dus je hoeft eigenlijk amper te trappen. Ja, we zijn dus in Den Helder. We slapen in een het oude fortwachtershuisje, dus daar gaan we nu heen. En dan morgen gaan we hier lekker een beetje rondfietsen. Het weer is goed, het is erg heet zelfs. Dus lekker. Hier slapen wij vannacht. Hier is het fort, Fort Kaakduin. En de poort gaat straks dicht. Ik ben helemaal verwijt. Want het is echt zo schattig. Dit is vannacht ons domein. Vind je het leuk? Vind je het leuk? Ja. Vind je het eng? Wat? Vind je het eng? Nee. Echt gaaf. We hebben hier gewoon nog een hele ruimte. Een zithoek. En een keuken. En daar zie je de zee. En hier zat dus vroeger degene die op het fort moesten letten. Beetje jammer van het zeeapparaat, maar goed, daar houden mensen van. A few steps and we're right beside the sea, where we can chill at a strandtent, beach house. De poort is dicht. We kunnen naar ons hotel en de poort is dicht. Voor ons alleen. The next morning we start our bike ride and cycle along many ships. We pay a visit to the Marine Museum, the Naval Museum, where we don't only learn more about the history of Den Helder, but we also can hop on board a submarine and the bridge decking of a cruiser. We can be kids and play! Hello, what's that? Big fun! Hello.
it's time to explore the countryside. With small ferries and so much green. Imagine living here, with not only the sea nearby, but also dunes, fields and parks. Het waait behoorlijk vandaag, zoals je kunt horen. We zijn in de duin. Het is heel mooi hier. Het waait een beetje, sorry, maar mijn microfoontje is stuk, kapot gegaan. Ja, dat heb je met losse snoertjes, hè. Dan, als je dan gaat fietsen en het snoertje hangt nog los, dan ja, breekt dat, helaas. Maar het is heel mooi hier, ja, Schotse hooglanders en heel veel vogels. Lepelaar zag ik, sterns. Ja, een plekje waar je, nou ja, waar ik in ieder geval heel lang zou kunnen doorbrengen. Mooi, hè? Is dit soms... Ja, zit je dan toch wel een beetje langs een drukke weg hier. En dan ineens ben je weer, zit je op een fietspad in de natuur. Daar zijn ze, mijn vrienden. Ze zijn serieus helemaal naar me toe komen lopen. Want ze waren helemaal op het eiland en ik ging ze fotograferen. En nu zijn ze allemaal hier. Ze zijn toch een beetje nieuwsgierig. Overal meeuwen om me heen en boven me. Mooi. Vinkje, Schotse hooglanders. We hebben net wat gegeten in Den Helder en we zijn nu weer op weg naar ons hotel. In het pikkendonker, zoals je kunt zien. Maar de lucht is geweldig mooi. En de wind mee. Na al het zoeken vandaag. Oh, wat zo mooi. Ja, we zitten wel in dat leuke fortwachtershuisje, maar in dit fort, ja, daar zit wel wat duistere geschiedenis. Want Den Helder had het heel erg moeilijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers die gebruikten dit fort, die waren bang voor een aanval vanuit zee. Dus ja, die namen dit fort in beslag. Maar daardoor kwamen er ook nog eens heel veel bomaanslagen door de geallieerden die ons dus wel wilden helpen. Maar ja, daardoor kwamen wel heel veel bommen op woningen en kazernes. Duitsland heeft ook een hele wijk platgelegd. Voor de verdediging van Den Helder hadden ze meer ruimte nodig. Dus hebben ze gewoon een hele wijk plat gemaakt. Ja, ik wist het dus niet, maar Den Helder heeft het in Nederland heel erg zwaar gehad. En nu zit er een aquarium. Dat is wel grappig. Een hele lange tunnel. Creepy. Oeh. Kun je je voorstellen dat je hier dan liep terwijl het boven oorlog was? Donker, koud. Oeh. Er is hier verder helemaal niemand, dus het is wel een beetje bizar. Maar dit soort tunnels verbonden dus de verschillende verdedigingswerken. Kon je van de ene plek naar de andere plek. Ik ga weer lekker naar buiten. Nog een heel klein stukje door de gang.
Het is echt groot hier, joh. Museum over de geschiedenis, aquarium. En dan sta je gewoon tussen de duinen. Ik heb het idee dat ik hier helemaal aan het verdwalen ben in dit fort. Het is bizar gewoon. Hier loop je zo de duinen weer in. Ja, nu is het zo'n vredige plek. Dit is onze favoriete stek na een paar dagen Den Helder. Storm aan zee, lekker relaxed. Steenhouten bankje. Uitzicht. De zee. Razende bol daar. Dat is een zandeilandje. Ben ik ooit ook geweest. Ja, heerlijk chill, relaxed bediening. Taartje kun je hier kopen, lekker. Doei! Tot de volgende keer. Graag duimpje omhoog. Abonneren, dan hieronder, belletje. Dan krijg je alle updates door. En tot de volgende keer. Doei! Het is toch bijzonder dat je gewoon zo'n fort voor jezelf hebt. Daar is de vuurtoren. In Nederland kan het ook zo mooi zijn.